Super leuk dat jullie kijken naar een video vandaag. Oh, mijn kanaal. Mijn naam is Willem. Vandaag is het zondag. Ja. Vandaag zat er wel een paar dingen op de planning. Vanmiddag mijn nicht wegbrengen naar de kamp. Ik ga dat proberen te vloggen, tenminste. Tenminste, dat ik haar wegbreng. Ik ga dat proberen. Gewoon een vlogcamera in de auto neerzetten. Bam. Dashboard. Ik reageer dus een schuif. Ja. Hoi! Nee. Wat? Ik ging hier precies. Of nu of ik niet gaan een keer gaan doen. Dat doe ik vaak. Ja. Ik kan niet beneden vinden, een zwarte mapje. Moet ik hem even bellen? Nee, een mapje van de mobiel, die ben ik kwijt. Die lag beneden? Die zwarte? Ja. Waar dan? Ja, beneden ligt, dat is een holtafel ergens. Ah, en ik wel, ja. Een kleintje ligt er. Maar je hebt die hard met die smiley heb je ook. Ja, nee, dat is voor die smartphone, dat mapje moet ik hebben. Dat. Oh, die grote, die heb ik daar ook ergens in liggen. Hoesje van de telefoon kwijt. Dus misschien vragen wat heb ik in mijn handen. Nou, ik zal het even kort zeggen. Ik moest naar beneden naar de wc. De wc stond op mijn ochtend. Maar wat was gebeurde daar? Ik ging dat plek waar ik net de vlog opstartte. Daar ging ik door straks voordat ik de vlog niet opstartte. En naar beneden ging ik naar de wc te gaan. Dus toen ging ik door mijn rechterenkel heen. Leuk, die dus. Die rechterenkel is jaren geleden, toen ik 15 was, verstuikt geweest. En toen kon ik er niet op lopen. Hij was ook zo dik en blauw dat hij leek of hij gebroken was. Dus ik ga even deze omdoen. En ik ga gewoon auto rijden vanmiddag. Vandaar dat ik kijk, als ik deze om heb, kan ik gewoon auto rijden. Want dan kan hij er niet door. Tenminste niet door mijn enkel heen gaan. Dus ik ga het even doen. Ik hier neer. Want dan kan ik het iets beter. Een beetje raar uit, blauw en roze. Maar ja. Roze en blauw, roze sok en blauw bandage, maar ja, het is niet anders. Mooi eventjes, mijn rechterenkel is gewoon zwak. En het komt gewoon doordat mijn linkerknie zo vervelend doet, ga ik ook door mijn rechterenkel heen, omdat ik anders ga lopen. Ja. Dus ben ik blij dat ik maar dus naar de dokter kan met de knie. En ja, je enkel doet pijn omdat hij een klap heeft gehad net, maar oké. Okay. Daarom moet ik hem daar zo om te voorkomen dat ik weer doorheen ga, dat ik hem dan wel verstuik. Ik ben een beetje zacht om waar ligt beneden. De mof. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money, because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Hey, come on, come on, yeah. I don't want the fame, cause I don't want fame. A two-step with me, come on. Two-step with me, come on. You went to tell, actually I. One, two, three, talk to him. Man, I come to this game, man, to change your brain. Man, I come to the game, man, to change the game. On the road to riches, trying to make some change. On the road to riches, never change for fame. I want a normal life, I want a normal life. I want a normal girl, I want a normal wife. I don't care about the bling or the flashy life. Because money ain't a thing if we ain't rapping right. Hey, every day, man, I hear the same songs. You ever heard the same songs when I turn on the radio? And these days, man, I swear down, bam, man, I turn. Gegeten. Dat is echt lekker. Mag ik weer aankleden? Want ik hoef nog eens mijn nicht om ophalen. Verkamp en wegbrengen. Ik heb hier een t-shirt niet die niet voor mij is. Mam! Dan had ik een t-shirt morgen mee naar boven genomen die voor jou is.
Hoi, Kalle. 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 Jawel, waar ben je wel? Wel, think about her. Hey, think about her. Think about her. Zo, dus ik ga me aankleden. Ik had een t-shirt die van mijn moeder was. Niet handig. Dus ik ga me aankleden en zie ik jullie hier. Zo meteen weer. Nou, ik ben weer thuis van mijn nicht wegbrengen. Ik heb thuis draaien niet gevlogd. Bewust niet, omdat het toch niet kon gelukken. Het regent nu weer zo hard. Tas ben ik aan het inpakken. Ik ruim ook even mijn kamer. Zo, ik ga even neer. Want... Want ik moet het opgeruimd hebben van mijn moeder. Omdat ik dus vandaag wil ik terug gaan naar Wageningen. En ik twijfel of ik wel terug rijd nou. Misschien is een baan of zo te rijden. Omdat ik zo ook een beetje hoofdpijn heb. En ik heb zo een beetje hoofdpijn. Dus ik weet niet of ik het zelf wil doen. Omdat ik hoofdpijn heb. En ja. Ja, als je zelf niet lekker bent, dan... Knagaan, terwijl hij gewoon op koud stond, de verwarming. Wel? De verwarming is echt stuk, man, die auto. Ik krijg er zo warm van. Maar Lan heeft niet gevlogd van mij hoor. Maar hoe is dat nu? Oké. Goed hoor. Dat is wel irritant. Ja. Maar papa's auto was warm joh. Nee, dat ja, maar die verwarming is stuk. Die is al gemaakt. Nee, papa zegt dat die nog gemaakt moet worden. Oh. Dat wordt volgende week misschien. Volgende week daar zei hij. Want hij staat op koud, maar toch blijft het warm. Je moet je ramen openzetten om... Oké, de airco was lekker maar. Nou, ja, maar toch is het warm. Die rekening hebben jullie nou eigenlijk. Mijn papa zegt dat dat nog gemaakt moet worden. Oké. Okay. Wel of niet gemaakt? Wel. Wel hè? Ik doe maar één string vast daar hoor. Eén zo'n string is genoeg voor. Een hele stuk? Deze alleen helpen. Oké. Okay. Dat is ons tweeën genoeg. Ja. Ja.
zit in een oud schoolgebouw, hè, dat kamp van hun. Waar? Er zit een oud schoolgebouw, hè, die kamp van Marlon nu is. Dat kan wel. Je hebt de Amsterdamse weg, je hebt die stoplichten voor het van het Valkenhotel, zeg maar. Ja, rechts van de Valk, ja. En dan ga je naar, bij de stoplichten naar links. Ja, dat zei ik gisteren al. Dan moet je die straat doorrijden, heb je een heleboel bushaltes, maar de eerste bushalte. Daarna moet je dus naar rechts. Lichtenbeek, ken jij dat? Ja. Ja, daar zit hij dus. Op dat terrein. Ja, dat is het biorevidatiecentrum, zit daar ook. Ja, daar zit de Lichtenbeek ook en daar hebben ze een kamp. Daar overnachten ze, zeg maar. Ja. Ja. Ik neem toch even een paracetamol in. Ik heb het idee. Ik weet het ook niet. Ik heb. Oké, maar heb ik die rok vasthouden, die draait aan en die moet voor echt weer scherpen. Ja. Trouwens ook te eten. Het is nog een beetje best wel borden. En jullie weten dat ik vanmorgen een make-up heb gedaan, een verzukte mensen heb. Ja. Dat doet zeer dus. En het is nog steeds een beetje pijnlijk. Ik eet door mijn moeder die riep me. Dus ik ga nee, ik doe niet goed. Dus ja, het doet er wel bij. Is nog meer in om ik zie. Ik heb lekker gegeten, ik heb een tankje de tellenpast op en het was echt lekker. Ja, ik heb het niet helemaal op, want er zat dopjes tussen. Dat vind ik niet lekker. Dus ja, en vanavond ga ik terug, want de moeder van Boy gaat mee. Mijn vader is, mochten jullie het niet weten, mijn vader is vrijdag door zijn rug gegaan tijdens het werk. En ja, dat doet pijn, dat weten sommige van jullie ook, als je werkt. Dat je dan door je rug gaat, dat dat best pijnlijk kan zijn. Ik heb het ook al een paar keer gehad en ja, dat is gewoon vervelend, dat doet zeer. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik fysiotherapie voor mijn gast moest gaan volgen onder mijn spiervermogen zodanig echt verkrampt waren of stijf waren dat ik fysiotherapie moest hebben. Dat heeft toen wel geholpen, gelukkig. Maar ja,
Kijk, mijn vader en ik zijn allebei een pechvogel. Ik moet morgen naar de huisarts voor mijn linkerknie. Onder mijn linkerknie. Al heel lang al pijn blijft doen, pijnklachten blijft geven. Ga ik morgen weer naar de huisarts om 2:00 heb ik een afspraak. Dan ga ik dus met naar naartoe. En dan ga ik mijn knie laten kijken. Want kijk, ze kunnen eraan zitten. Het doet geen zeer. Maar op het moment dat ik zeg maar ga slapen. Of als ik gefietst heb of gewandeld heb. Mensen actief heb gedaan. Dus bijvoorbeeld ook op mijn werk ben geweest. En de hele tijd van het werk ben geweest. En ik kom thuis. Heb ik pijn. Dat komt eigenlijk in de momenten als ik bewogen heb. Dat ik dan last van mijn knie krijg. En dat mijn knie dan ook dik wordt daadwerkelijk. Want dat is gezegd tegen de huis tegen mij verteld. Hij heeft eens een keer gezegd. Ja, als jij bewogen hebt, wordt jouw knie dik. En dat is niet goed. Dat hoort niet. Nou. En ze zeggen iedere keer, ja, het is een kneuzing. Dat is niet waar. Want ik ben niet gevallen. Ik heb geen ongeluk gehad. Of wat dan ook. Dus ik heb geen schets gedaan met mijn knie. Waardoor die gekneusd zou kunnen zijn. Dus ik geloof er gewoon helemaal geen snars van. Maar ik ga het gewoon, ik ga morgen gewoon naar laten kijken. En ik ga een second opinion vragen voor in Arnhem. Want niet in Ede meer. Want Ede zou ik als ik jou was, mocht je daar in de buurt wonen, niet naartoe gaan. Want ik heb daar hele nare ervaringen mee gehad. In mijn familie zijn er hele nare dingen daar gebeurd. Tenminste, er zijn dingen daar niet goed gegaan tenminste. Dus daarom wil ik daar niet meer naartoe. Omdat ik zelf ook een nare behandeling daar heb gehad. Ik moest een röntgenfoto laten maken van mijn linkerknie. Daar had ik al zoveel pijn. Dus mijn knie ook al zo dik. Ook dik. En toen ging ze nog meer mijn knie forceren. Ja, dat moet je niet doen. Want dat doet zeer. Ik had dus vanmiddag ook mijn nicht weggebracht naar kamp. En dat ging ook gelukkig goed. Het is balen nu dat ik last van mijn rechte enkel heb. Dus ik ga morgen gewoon proberen te werken. Maar dat hem qua aangeven dat ik dus een beetje voorzichtig moet zijn. Omdat mijn linker en mijn linkerknie en mijn rechter enkel allebei niet goed zijn. Kan het zijn dat dat, ja. Kijk, we zullen zeggen, wat doe je hier? Waarom kom je dan gewoon? Ik wil het gewoon proberen. Mijn rechter enkel is nu op dit moment zwak. Mijn linkerknie is het ook wel. Maar dat gaat nog. Dus maar ik schrok wel van mijn ogen, want ik viel met een klap neer. Dus toen ik mijn enkel ging. Maar mijn rechter enkel was vroeger als ik even verstuikt geweest. Rechter enkel door een sportongeval. Het was dus met gif gebeurd tijdens het trampoline springen. Dat is niet zo leuk. Dat doet echt dubbel ook veel pijn. Ik heb er nu best wel last van. Ik heb gewoon een enkel. Kijk, ik zal het even laten zien. Ik heb gewoon zo'n enkelbandage opzetten, kijk. Die gewoon bij de Kruidvat of Ethos of DA of weet ik hoeveel drogistie kan kopen. Heb ik om, maar dat het idee dat het toch wel best wel pijn doet, doet dan wel zeer nog. Dat doet nog wel best wel pijn. Moet je ook aan mijn camera zakken, niet halen. Maar het doet best wel pijn. En ja, dat is niet leuk natuurlijk als je pijn hebt. Maar ja, het autorij zelf, dat gaat goed, daar heb ik geen last van. Maar het is gewoon echt het lopen en noem maar op. Maar ik heb het gewoon gevoel dat ik mijn rechter enkel verzwikt heb vanmorgen omdat mijn linkerknie niet goed is. Omdat ik nou meer op mijn rechterbeen ga steunen. Ja. Dus het baal ik best wel van eerlijk gezegd. Ik ben gewoon een pechvogel. Daar komt het gewoon eigenlijk gewoon op neer. Dat is niet anders. Ik moet er mee omgaan. Nu ga ik weer terug naar Wagingen. Nu is video van reden sloom. Nee, dat is niet anders. Nou, ik ben weer in Wagingen. Ik heb hem hier toegereden. De moeder wordt dus meegegaan, wat ik al thuis al verteld bij mijn ouders. Ik ga dus ook zo douchen. Want dat moet eenmaal gebeuren. Dat is ook niet schoon.
Ik heb de hele dag al honger. Gewoon niet normaal. En die verwarming hier staat niet aan. Ik ga even mijn schoentjes uitdoen. Ja, jullie hebben net zien dat schoenen uit heb. Ik ga dus nu even de spullen pakken. Oh, wacht, eerst mijn lens uit. Dat is belangrijk, want met lenzen in douchen mag niet. Dat is hartstikke slecht, heb ik begrepen. Dus die eruit. Die eruit. Ik heb hier een extra mascara in mijn tas zitten, omdat ik deze hier, die gele die ik heb, deze, was ik vrijdag vergeten. Ik kwam gisterochtend achter, stom. Maar, ja, ik had toch toevallig nog tijd en klein geld bij, dus ik kon het toch halen, zo duur zijn die kringen niet eens. De wens daar is, sommige zijn 15 euro, maar ik had er nu eentje voor 2,99, dus voor 3 euro gekocht. Ik zocht de lenzenvloeistof, die was ik een beetje kwijt. Mijn camera van week opruimen. Trouwens, als jullie deze vlog zien, dan heb ik in de gelaag gekregen woensdag een nieuwe kleinkast binnen. En dan, dan krijg je een nieuwe kleinkast binnen en dan ga ik die ook te vloggen. Terwijl ik die oude, die daar in die hoek ziet, sloop ik aan elkaar dan. En dat is hartstikke leuk. Vind ik zelf persoonlijk. En ja. Twee bananen heeft gepakt. Ik ga ook dus de vlog afsluiten, want ja, ik moet vanavond vroeg naar bed. En ja, dus dan ga ik niet meer vloggen. Want het is een klein uurtje en dan ga ik alweer naar bed. Dus dat ik morgen hier gewoon 5:45 eruit moet. Morgen ga ik gewoon met de fiets, toch? Hoe regel ik het? Dan neem ik gewoon een plastic tas mee. En stop ik daar proppen mijn regenbroek in. Want ik moet toch wat. Ik ga morgen niet met de bus. Dat zie ik niet zitten. Dat weet ik niet eens of ik de bus al ga redden. Dus vandaar. Dat ik met de fiets ga. Denk ik. Of ik al mag op de bus gaan. Ligt er maar net aan. Hoe ik me voel morgen. Want ik heb ook last van mijn enkel. Dus ik weet niet of fietsen wel verstandig is. Dan stuur ik hem gewoon mijn sporttape vasttapen en dan is het ook waarschijnlijk opgelost. Eigenlijk wil deze vlog afsluiten. Vond je hem nou leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer zit je hier beneden op mijn kanaal. Het is helemaal gratis. En daar maak jij persoonlijk heel blij mee. En dan blijf jij altijd up-to-date van alle vlogs en video's op mijn kanaal. En zie ik je morgen bij een nieuwe vlog weer.